tienduizenden mensen die verdwenen zijn en misschien nooit worden teruggevonden. Het klinkt als een verhaal uit een dictatuur, maar het vindt plaats in een van de grote opkomende economieën in de wereld, Mexico. Ontvoeringen en verdwijningen zijn daar aan de orde van de dag. ¿Está por aquí? Si mal no recuerdo, sí. Sí. Taxichauffeur Jorge Alvaro is op zoek naar de plek waar hij een paar jaar geleden werd vastgehouden. Een gewone rit eindigde in een bedreiging met een pistool op een verlaten landweg. De daders wilden zijn auto gebruiken. Me dice que no es que no necesitaba nada de mi parte, que lo único que él quería era llevar un tipo de armamento de aquí a Valle de Bravo. Maar onverwacht lieten de ontvoerders hem achter. Bajé toda esta vereda. Atado de la mano, de las manos y tapado la cabeza. Pude quitarme. Hij had geluk, hij leeft nog. Isabel Miranda de Wallace rouwt nog elke dag om haar zoon Hugo. Desgraciadamente nunca pudimos recuperar su cuerpo. Ahora muchos secuestradores lastiman a muchas de las víctimas, las matan y las desaparecen. Maria Elisabeth Javier, ze zijn spoorloos. 25.000 namen van vermiste mensen staan op deze geheime lijst van justitie die uitlekte en die de regering van Mexico in verlegenheid brengt. Van elke 10 ontvoeringen worden er maar 2 opgelost. Er zijn zelfs agenten opgepakt omdat ze burgers afpersten in ruil voor bescherming. De rouwende moeder was er zo kwaad over dat ze besloot de politiek in te gaan. Yo era maestra. Y a partir de la muerte y del secuestro de mi hijo, yo dejé toda mi vida personal y mis actividades profesionales y me he dedicado de lleno a buscar justicia y a buscar que las personas no vuelvan a pasar por lo mismo. Nu belooft de regering harder op te treden en taxichauffeur Jorge neemt gewoon meer klanten mee. No tiene miedo ahora en este momento en el taxi. Tú tienes que acostumbrarte y seguir tu vida. Want ontvoeringen horen er kennelijk gewoon bij in dit land. Erik Mouten, RTL Nieuws, Mexico.